Rek! Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag vrijdag en ik ben veel te lang in bed blijven liggen vandaag. Maar goed, ik had er gewoon echt geen zin in om eruit te komen. Wat vandaag vooral op de planning staat is inpakken. Nou, vanavond komt Rick thuis en die neemt nog 15 verhuisdozen voor me mee. Even denken. En een extra video voor zondag, die moet ik ook nog opnemen. Dus dat moet ik nog wel doen. Ik moet nog even kijken hoe. Want normaal gesproken zet ik hem altijd op die tafel, mijn camera. Zeg maar, dan zet ik mijn wasmand op die tafel. Maar mijn tafel is weg. Die heb ik gisteren natuurlijk verkocht. Dus ik moet heel even kijken of ik zet hem op die poef. Komt vast wel goed. Video's editen. Vandaag is dus vooral lekker thuiswerken. Ik moet volgens mij nog wel even naar de winkel boodschappen doen. Ik moet mijn koelkast nog heel even uitzoeken. Want er zit zoveel shit in die over datum is. En verder weer inpakken. Ja, dat is er vooral vandaag. En dat heb ik heel even uitgesteld, omdat ik er gewoon geen zin in had. Maar goed, nu moet ik er echt aan gaan geloven. Maar eerst ga ik even ontbijten. Oké, ik heb me opgemaakt. Ik heb mijn haar een beetje gefixt. En ik ga nu opnemen. Ik heb het zo opgelost, als in dat hij nu op de poef staat. En ik hier ga zitten en ga opnemen. Ik ga 10 tips voor op kamerzone opnemen. Omdat zo'n vakantie breekt nu natuurlijk aan. En waarschijnlijk zullen er heel veel mensen zijn die hebben besloten om op kamers te gaan wonen. Ik heb op kamers gewoon 3 jaar, dus ik ga daar een beetje tips in geven. En dat leek me wel gewoon leuk om dat nu al te doen, omdat ik over een tijdje back to school video's wil maken. En die hebben dan weer niks met op kamers wonen, want als je op kamers gaat wonen moet je nu wel echt al beginnen met zoeken. Dat raad ik je ook zeker aan. Die tip die geef ik dan maar niet in die video, maar wel in deze. Als je op kamers wil wonen, begin daar gewoon echt zo vroeg mogelijk mee. Ga nu alvast kijken. Ga nu alvast bezichtigingen plannen. Of bezichtigingen, hoe heet het? Kijkavonden plannen. Als je er bijvoorbeeld 1 juli in mag. Of weet ik veel, 1 augustus. Ook al hoef je dan nog niet naar school. Doe het wel en neem hem gewoon aan. Desnoods betaal je een halve maand extra huur. En woon je er nog niet. Maar de kans dat jij daarna nog een kamer vindt. Is een stuk kleiner. Dus, en dat het ook nog eens een mooie kamer is, is nog een stuk kleiner. Dus zeker even doen. Ik ga de video nu opnemen. Het licht is echt kut. Het is heel erg bewolkt. Maar ja goed, gelukkig hebben we ISO. Kunnen we gewoon lekker licht faken. Gelukkig is mijn kamer wel heel licht. Dus ik ga er gewoon wat van proberen te maken. En ik ga een beetje vooruit werken. Ik ga nu deze video voor aankomende zondag opnemen. En ik ga morgen een video opnemen voor volgende week. En morgen, overmorgen ook een video voor volgende week. En ook voor die week daarna. Dus ik zorg dat ik lekker vooruit ga lopen. Zodat ik me straks volledig kan focussen op de verhuizing. En dat ga ik vanavond ook weer doen. Maar eerst opnemen. Oh, holy shit. Jullie gaan me echt een sukkel vinden. Als jullie weten wat ik eigenlijk heb gedaan. Nou ja, ik heb wel goed vooruit gewerkt. Ik heb wel gewoon mijn dingen gedaan die ik moest doen. Ik heb mijn vlogs geëdit. Ik heb een extra video opgenomen. Die andere extra video heb ik geëdit. Ik loop in principe heel goed op schema nu. Alleen, ik was zo moe. Ik denk gewoon echt van alle stress. En ik weet het niet. Het houdt gewoon niet op met moe zijn. Maar ja, ik heb ook wel heel veel stress. En ja, ik heb gewoon 3 uur geslapen. Ik ben om 6 uur of zo ben ik even op bed gaan liggen. Dat ik zoiets had van ja, ik ga even liggen. Nee, om 5 uur. Om 5 uur, ja. En ik wou eerst in instantie niet eens een wekker zetten. Nou, ah, dat is maar goed dat ik dat wel heb gedaan. Want iedere keer zet ik mijn wekker weer verder. Maar als ik geen wekker had gezet, was ik denk ik pas morgenochtend wakker geworden. Dus nou ja, niet dat dat zo erg was geweest trouwens. Dus ik heb nu even een bakpauwbroodje erin gegooid. Ik ga zometeen gewoon beginnen met inpakken weer verder. Want dat was het enige wat ik nog voor mezelf op de planning had gestaan om te doen. En dat ga ik dan doen. En ik ga nu eerst heel veel lekker iets eten. En dan zie ik het wel. Ineens vette stress en zo om het vooruit werken. En dat ik die Jill's Stories heb ik uiteindelijk dus. Of die Jill's Reacts. Heb ik uiteindelijk niet meer opgenomen. Omdat ik zoiets had van ja. Ik red het gewoon niet. Het is gewoon te gek. Dus die heb ik verschoven naar volgende week. Dat ik gewoon van de volgende week wil ik gewoon echt heel hard. Gewoon die Jill's Stories en Jill's Reacts. Ik merk dat ik daar een beetje, ja, hoe moet ik het noemen, dat ik dat heel snel een beetje skip of zo. Zou het misschien ermee te maken hebben dat het misschien niet helemaal mijn ding is? Of met alle drukte? Ik weet het niet zo goed. Wat vinden jullie eigenlijk van Jill's Stories? Willen jullie dat dat blijft? Of hebben jullie zoiets van, nou, ik weet het niet. Laat maar even je eerlijke, gewoon je, echt je eerlijke reactie daarover achter. Dat ik...
weet dat ik het heel hectisch en druk en alles heb. Maar ik weet ook dat ik het wel sneller laat vallen dan mijn vlogs bijvoorbeeld of mijn extra video's. En dat, ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Dus laat het maar even weten. Ik ga even lekker wat avondeten en heel even wakker worden. Zo, ik heb echt lam geslapen. Ik had ook echt een nachtmerrie. Maar goed, dat terzijde. Zo, ik heb even een bouwbouwbootje op mijn bord gekwakt. Ik heb er al eentje op, zoals je kunt zien, aan die chilisaus. En zoals Monica het altijd zou zeggen, kom maar door. Oh ja, en daar staat een pak melk. Ik heb mezelf vandaag verwend met een pak melk. Ik dacht, ja, ik gun mezelf vandaag een pak melk. Dus daar ga ik eten nou, joh. Oké, doei. Kijk, wij Manny en ik zijn de hele dag natuurlijk druk aan het inpakken. Omdat we gaan verhuizen, alle twee. Maar Manny heeft echt iets vet leuks gemaakt. Ze heeft een hele plattegrond gemaakt van de nieuwe woning. En daar heeft ze perfect uitgeteld hoe groot alles is. Qua meters en centimeters en alles. En dan gaat ze nou helemaal lopen puzzelen. En Rick zei net, waarvoor andere kinderen een poppenhuis hebben, heeft Manny dit. Is dat leuk? Is ook superleuk. Mijn tekeningetje belachelijk over maken. Nee, is helemaal niet belachelijk maken. Super leuk. Super origineel. En nou zijn ze dus aan het kijken hoe ze dit het best kunnen inrichten. Maar Rick weet het niet. Rick wil de hele bank losknippen. Ja, maar dat kan. Hij bestaat uit twee delen. Dus je kunt hem zo. Je kunt zo, zo. Hij gaat er snel vandoor, die jongen. Mannen, hè? Hij denkt, zal wel, dag. Even een condoomje pakken. Gadverdamme. Af, Kees. Er staat gewoon een film, Rick. Wat voor? Ja. Oh my god, Mandy! Hij is eigenlijk helemaal niet zo grappig. Nee, maar het is vet erg omdat hij dacht dat het... Dat hij het even stiekem tegen ons kan zeggen. Dan staat het gewoon vol op film. Ja. Maar goed. Ja. We gaan puzzelen. We gaan puzzelen. Wat is het nou allemaal? Dit is het bed. Ja. Dit is een kleine tafel of een hele lange tafel. Ja, maar het wordt waarschijnlijk die kleine. Die speelt te groot. Ja, klein. Het is een appartement, hè? Ja, het is een hokje. Het is een klein appartement. Ja, want het is hoeveel vierkante meter? 43. Ja, het is echt heel klein. Ja, en er zit dan ook nog je keuken en badkamer in. En de slaapkamer. En je slaapkamer. Maar je slaapkamer kan ook echt alleen maar een bed. Kijk, een bed. Ja, yeah, that's all. Maar ja. Het is een beetje zeg maar hetzelfde als mijn kamer die ik nu heb. Alleen iets groter. Echt ietsje pietsie. Ja. Maar ja, dan heb je alles zeg maar erin. En ik heb nu niet alles erin. Ja, klopt. Dus het is heel erg pas aan meten hoe je dat dan goed kunt inrichten. Ja. Maar Mandy blijft voor zo lang blijft ze nog wel hier wonen. En zo de zomer. Ja, en wie weet dat ze daarna heen gaat. Ze gaat daarheen. Het lijkt een beetje alsof ze doodgaan, maar dat bedoel ik niet. En dan heb je het weer. Gaat het erop of niet? Ja. Nu nog steeds. Wat wou ik nou zeggen? Maar die blijft nog tijdelijk wel gewoon hier wonen, omdat deze woning gewoon groter is. Ze heeft niet zoveel met Groningen. Want we gaan verhuizen naar Groningen. Ik weet niet of ik dat al had verteld, maar in ieder geval, ze gaan verhuizen naar Groningen. Hey Jill, ik ben ook dokter, dus ik moet altijd goede voorbeeld geven. Ja. En dat doe je nooit. Wat? Een goede voorbeeld geven. Ik geef altijd goede voorbeeld. Ja. Wat tuurlijk. Voorbeeld? Ja. Tuurlijk. Nou, wij gaan nog even doorpuzzelen, want dat gaat allemaal niet zo goed met die jongen. Hij weet allemaal niet hoe hij ermee om moet gaan met die camera, hè, Mandy? Nee. Nee, Rick is gebeten door een take waarschijnlijk. Kun je het laten zien? Oh, kijk hoe heftig dat eruit ziet. En hij denkt, ik drink er even een biertje op. Kijk hoe groot die fles is, die is gewoon groter dan je voet. Holy shit. Ik denk dat hij nog groter is dan mijn hoofd. Ja, dat, maar dat... Ja, dat is... Ja. Dat is groot, toch? Ja, dat is wel groot, ja. Maar dat kan ik niet filmen. Rick! Het staat ook allemaal vast, hè, jongen. Wat is je goede voorbeeld? Super huge. Nou, geniet ervan, jongen. Mijn god. Zo, jongens. Kaars gaat uit. Een uur en een kwartier met Dionne geweld. Dat is tegenwoordig echt een vast ritueel. Maar ja, Dionne is gewoon een heel goed vriendinnetje van me. Nu zie je maar geen kut. Dat is handig. Ik ben ook helemaal vergeten mijn tanden te poetsen. Dat is ook kut. Dat ga ik eerst maar even doen. Help. Because it's nasty if you don't do it. Of met Oral-B. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik heb zo dermate gevoelig tandvlees.
dat ik gewoon met warm water mijn mond moet voelen. Want ik kan gewoon echt niet gewoon water uit de kraan pakken en dan... Dat is gewoon zo, dat doet zo'n pijn. Mijn zus heeft 38 graden koorts. 38, 6 graden koorts. En dat vind ik best wel een beetje beangstigend. Ja, ik denk, ik vertel dit wel gewoon even omdat de operatie er natuurlijk aan zit te komen. Omdat er gewoon heel veel vragen naar zijn. Maar ja, ik maak me wel een klein beetje zorgen, maar we houden de moed erin. Dus tot zover de update. Jongens, ik ga lekker slapen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten en ik zie jullie morgen weer. Doei doei! Het hier nou, jongens. Oh, het is een bruiloft. Het is helemaal geen bruiloft. Wat gezellig.